Het doel van de volgende oefening is dat de nadruk ligt op het recht houden van je slagvlak bij een korte put tot ongeveer 1,5 meter van de hol. Je zet 5 tees neer vanaf de hol gezien. De eerste tee zet je op ongeveer 50 centimeter van de hol. En vervolgens heb je iedere keer een grip afstand tussen iedere tee. Let erbij natuurlijk wel op dat je dan niet de tees in de weg zet voor de ballen. Want je start namelijk altijd bij de eerste tee. De oefening is als volgt. Ik zet mijn putter neer. Ik zet mijn voeten natuurlijk goed neer. En in plaats van mijn normale strook te maken, ga ik duwen naar de hol. Deze oefening herhaal je vervolgens bij de tweede tee. Let er dan wel op dat als je die duwbeweging maakt, dat je wel je lichaam probeert stabiel te houden. Vervolgens ga je door naar de derde tee. Vanaf de derde tee ga je weer je normale strook maken voor deze afstand. Maar probeer dat duwen naar de hol, dat gevoel, probeer dat zo goed mogelijk vast te houden. Wanneer je vanaf de derde tee weer twee ballen uitholt, ga je door naar de vierde tee en ga je naar de vijfde tee. Je kunt jezelf extra uitdagen door te zeggen, ik moet er twee holen en dan pas ga ik door naar de volgende tee. Maar het is ook een oefening die altijd goed is om dus te oefenen op een recht blad richting de hol. Veel succes!